KPN en Fox Sports. Partners van de Eredivisie. Welkom allemaal bij een nieuwe wedstrijd hier in de Eredivisie. Speelronde 3 bij Pool C. Ik ben hier samen met mijn collega Bas om de wedstrijd Excelsior Vitesse. Dus Bas Quist en Pasky Rockers te verslaan. Rockers, Old Rockers en Bas. Toch al wel redelijke veteranen in de scene. Inmiddels wel. Draaien al wat jaartjes mee. Ja, en dan kunnen we hier van start gaan tussen deze twee. Ja, wat jij net ook al zei, veteranen. Helemaal Pasky gaat al jarenlang mee in de scene. En heeft natuurlijk alles in huis om mee te kunnen doen. Ook aan de top van de Eredivisie. Ja. El Jocho tegen Bastava. Ik wist nog niet dat Excelsior met zulke gele shirts speelde. Ja, precies. Het is wel het derde shirt. Oh, Eusebio daar op Vieira. Dan staat er in principe een mannetje vooruit. Een balrol om langs Maldini te komen. Dat lukt dan uiteindelijk niet. Daar heb je de beste verdediger aller tijden misschien wel voor. En daar zo. Tik. Gaat die partijtje snel, ja. Joh. Wat de daar zat geen delay tussen in ieder geval. Nee. Dat kan ik je wel vertellen. Hier is Walker. We zien vaak verschillende rechtsbacks bij verschillende e-sports. We zien de invoer Meunier's, de Walkers. Keuzes. Je hebt Meunier, Walker. De second in from Lala. We zagen bij AZ, zagen we Joe Cancelo. Daar is Courtois met flashback de eerste redding. Flashback gewoon van. Zanetti. Zanetti, hebben we spelers Zanetti? Ja. Nee, maar die kan je kiezen. Die kan je kiezen. 92 prime. Vooral optie. Het enige probleem met Zanetti is, ja, ondanks dat het natuurlijk een van mijn meest favoriete spelers aller tijden is. Hij heeft 55 jumping. Ja, nee, 50. 50, nog minder zelfs. Nou ja, dat geeft aan zo weer een redding. Voor ja, hij heeft cementblok in zijn schoenen. Ja, precies. Hij komt gewoon niet boven bepaalde spelers uit. Nee. En helemaal in de Eredivisie spelen sommige mensen op die rechteraanvallende middenveldpositie. Een van de twee Ronaldo's. Eusebio komt er wel eens voor. Ja, dat zijn allemaal spelers die hem wel kunnen outjumpen in dat geval. Pasky moet nog een beetje grip krijgen op deze wedstrijd. Want de eerste 11 minuten zijn volledig voor Bas. Ja. Bas. Leuk. Alle goeds doen. Kleine meme even tussendoor. Maar hier is Cruijff met Pasky. Die geeft ervoor. Redelijk optimistisch. Maar dat soort ballen kunnen maar gewoon in één keer goed voorvliegen. Daar Cruijff weer. Ronaldo staat nu vrij. Oh, nee, voorzetje. Tweede paal. Komt Eusebio erboven. Uit. Boven Gullit nog. En dit is een overtreding van Pasky. Maar het voordeel is voor Bas. Die deze bal een beetje te optimistisch aan Ronaldo steekt. Walker dan. Dus is aan beide kanten Walker. Ik persoonlijk heb Zanetti. Ja. Ja. Maar jij hebt iets met Zanetti, toch? Nou, zo! Wow. Oh, dit is zonde. Hier wilde Pasky de bal onderscheppen met, ja, ik denk rondje. Maar uiteindelijk had hij de bal al, waardoor het geregistreerd wordt dat is als een schot. Nee, ik heb eigenlijk verder niks met Zanetti. Buiten verder dat ik natuurlijk een single heb gemaakt. Die kun je te beluisteren op Spotify ook. Ja, zeker. Die kun je streamen en de clip is te bekijken op jouw YouTube-kanaal. Nee, maar verder... ik heb die dan bij twee eerdere wedstrijden ook gedaan, dus ik moet er nu mee stoppen. Ik denk dat we denken aan vorig jaar. Toen hadden we dat alleen maar constant de hele tijd gezegd. Ja. En Hubert? Nee hoor. Nee. Tuurlijk niet. Nee, maar hier is Bas Quist in de aanval met Eusebio. Ik zeg het heel cringe, hè? Ja, de Vika legend. Eusebio. Hier is Vieira Gullit. Eusebio. Jammer dat we daar Levi Frederik niet zien voor Excelsior, maar dus Bas Quist. Want Levi zou dat ongetwijfeld mooi kunnen uitspreken. Levi nog of niet? Maldini. Kan je gewoon schieten. Proberen. Nooit geschoten, zat het mis. Ferdinand dan, Vieira, Cruijff, tik. Maar Alexander zit ertussen en kan Cruijff opbouwen. Ronaldo gaat daar diep, wordt uiteindelijk overgeslagen naar de andere Ronaldo. Gullit, misschien naar de rechtsback. Maakt geen loopactie, Kyle Walker. Ja, Walker is toch, toch wel de sterkste, denk ik. En samen met Meunier. Ja, Meunier en Walker die zijn redelijk hetzelfde. Ja, Meunier is sneller. Iets groter, Meunier is iets sneller. Ze hebben allebei hoog werktempo. Walker is sneller, toch? Walker is wel een stuk sneller, misschien wel. Volgens mij heeft Meunier of 78 of net aan het begin van de 80. Terwijl Walker echt 92 heeft. Wat doet hij? Nee, precies. Dat is maar net wat je voorkeur ligt. Kijk, als je veel met aanvallende backs wilt, dan zou je bijvoorbeeld de Zanetti wel kunnen gebruiken. Maar die is natuurlijk passing stats veel betere stats. Ja, dat zien we bij AZ. Melvin Boeren die gebruikt zijn rechtsback en zijn linksback heel vaak in de aanval. Hier heeft inderdaad Inform Cancelo. Dat is misschien wel aanvallend de beste rechtsback van het spel. De beste optie. Ja. Hier dan. Eusebio. Alternatief diepteballetje op Eusebio. En daar gaat hij een voorzet geven. Nee, hij krijgt er wel een corner uit. En dat zijn halve penalties. Tot nu toe is het tegelijk opgaande wedstrijd, als je mij vraagt. Yes, daar is hij. Oh, wat een redding. Zulke ballen gaan er vaak nog wel in. En Courtois ook aan de kant van Excelsior tot nu toe. Met een goede redding. Gullit wederom en dan Verhoek. Bas, je moet zich inhouden nu. Nou, blijf rustig. Er valt niet heel veel op aan te merken, behalve dat het gewoon een goede kans was. En ja, zo'n bal gaat er gewoon lastig in. Maar het is toch zuur. Als je zo in de buurt bent. Ja, tuurlijk, maar voorlopig enkel gevaarlijk via corners. Je
zien beide heren heel rustig. Ik vind het fascinerend om te kijken hoe de heren naar hun scherm aan het kijken zijn. Fully focused. Het lijkt wel sinds die gamechair daarachter staat dat zij minder moeite hebben met naar het scherm kijken. Eerst staan ze daar nog veel verder voorover gebogen. Met dat je dat zei, gingen ze allebei met hun hoofd naar beneden. Onderschepping voor Gullit. Vrij trap. Ronaldo, wat gaan we zien? We gaan natuurlijk niet in één keer schieten. Directe vrije trap. Yes. Nee. Onderschept de andere Ronaldo hier op Cruijff. We zijn hier met e-sports bezig, hoor. Dan gaan we niet in één keer schieten. Nou, je ziet ze er wel eens in vliegen. Het is heel optimistisch, maar goed. We willen natuurlijk mooi voetbal zien. Ja, nu Patrick Vieira. Wel vaker vliegen. Nu staat Ronaldo daar toch vrij. Dat wordt gezien. Het gat wordt dichtgelopen door Maldini. Terug naar Cruijff. Vieira in dat gat weer. Lekkere La Croqueta. La Croqueta. Daar houdt Cruijff van. Gewoon frikandel met mayonaise, kan ik je vertellen. Hier is Cruijff. Ik dacht eventjes dat hij erin vloog. Ja, optisch bedrog. Oh. En La Croqueta, de skill move van Andres Iniesta, die heeft hem groot gemaakt. Ja. De skill move. Die wordt nog niet ontzettend veel gebruikt door e-sport. Ik kan je vertellen. Ja, ik heb een bot gedaan. Dat was gekkigheid. Dus La Croqueta, dat was een hele snackbar voor, zeg maar. Denk ik dat ik de verkeerde wedstrijden kijk als commentator. Ja, maakt niet uit. Kan er best overkomen. Maar het is een hele lekkere skill move, helemaal omdat je iets sneller kan versnellen dan wanneer je gewoon normaal je sprint indrukt. Ja. En het is voor tegenstanders ook heel lastig om in te schatten welke kant je nou precies opgaat en waar je eindigt om dan vervolgens daar eigenlijk tegen je speler aan te lopen. Ik vind het wel een beetje een schaatsspel eigenlijk. Ja, het gaat heel langzaam, maar goed, het is natuurlijk een beetje wachten en hopen dat er een keer een gaatje valt en dan proberen toe te slaan. Bas Romans zei dat heel goed in de eerdere Studio E-divisie. Ja, FIFA is eigenlijk een spel dat gewoon draait om zo min mogelijk fout te maken. Ja. Kijk, en weet Baske nu dat hij waarschijnlijk de laatste aanval gaat krijgen. Dan houdt hij hem even in de ploeg. Ja. Dat zien we toch vaak. En dan nu die laatste aanval pakken. Ja, heel verstandig. Daar Cruijff snelt hij ontzettend goed. En dan voorzet tweede paal. Eusebio die toch bovenuit. En dan zit 1-0 voor Baske Rokkes. El Jocho slaat toe met Eusebio. Goede actie van Cruijff. Goede lichaamsschijnbewegingen. En kijk eens, zelfs op zo'n leeftijd. Op zo'n leeftijd kan het allemaal nog. Nee, het is een goed doelpunt. En kijk hoe hoog Eusebio springt dan uiteindelijk. Ja, het is altijd heel lastig te verdedigen. Een stilstaande speler springt altijd minder hoog dan een inlopende speler, inderdaad. En Eusebio van Jocho met een voorzetje. We hebben dat vaak gezegd tijdens wedstrijden. E-sporters geven weinig voorzetten, maar slinger die bal nou maar gewoon af en toe voor. Want het werkt gewoon dit jaar. Ja. Ik zie het wel steeds meer e-sporters wel doen in deze game. Ja. En Koen Weiland zei ook dat het in deze game iets meer loont dan vorig jaar. Ja, tuurlijk. Is ook zo. En het is ook onverwachts, hè, tussen haakjes. Want nee, maar zoals net, er was een optie. Cruijff daar aan de zijkant. Ja, je kan er proberen binnen te komen. Maar als je niet genoeg ruimte hebt, dan ben je die bal kwijt. Is de kans verkeken. En als je hem voorslingert, je weet dat je geen counter eruit tegen kan krijgen. Ja, we hadden het ook over die La Croqueta, maar ook die schijntrappen in de loop. Die zijn ook best wel gevaarlijk als je ze goed plant. De LB fake shot hier dan. Ja. Paski. En hield de hielflik. McGee die speelt een verre hoek. Courtois, penalty. Ja. Oi. Het is doodstil daar, hè? Bij die boys. Ja, dit zien we vaker. Er wordt geen woord gezegd. Het lijkt alsof het een computer is die een animatie maakt. Dat zouden jullie in de herhaling moeten kijken of daar daadwerkelijk een powerbar is. En Eusebio. Ja hoor. El Jocho. 0-2. Daar gaat hij weer. En dan wordt helemaal wederom helemaal precies niks gezegd bij de twee heren. Het heeft ook wel een beetje hetzelfde kapsel als gewoon een jaren 80 Afro-Amerikaanse zanger. Ja. Sonny, yesterday my life. Nou, in ieder geval El Jocho, ik ga jullie allemaal besparen met Paski Rokkes. Ik zeg ook El Jocho, terwijl ik hem helemaal niet zo heel goed ken. Maar dat komt gewoon omdat jullie hem allemaal zo noemen. Ja, de fans. 2-0. Ja, dat is heel erg lekker zo. Misschien kan hij dan eindelijk van die nul afkomen na deze wedstrijd. Hij heeft lang kunnen oefenen, lang kunnen spelen. Online ook goede resultaten gehaald. Een paar keer gekwalificeerd of qualified, hoe heet het nou precies. Als je 27 wins haalt, dan mag je meedoen om je te plaatsen voor een licensed qualifier. Ja, het zijn allemaal moeilijke termen. Ja, daar zouden we een keer een hele leuke infographic over kunnen maken hoe dat nou precies werkt. Maar dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen, want we weten zelf ook niet hoe het werkt. Nee, maar het komt inderdaad op neer dat als je zoveel winst haalt in een maand, geloof ik, of in een weekend, dat je inderdaad 27 moet je denken. Ja, dat je dan verified bent en dan neem je het op tegen toch wel de grote der aarde. Ja, ik dacht dat voor Twitter was eerst, dus ik elke keer probeer 27 winst te halen. Misschien krijg je eigenlijk dat verified badge zoals jij net op Twitter, maar helaas. Helaas. Moet je toch nog bekender voor zijn.
Nee. Ik denk niet dat het ooit gaat gebeuren in mijn leven. Een slechte paas hier van Paschi, die levert hem net in. Maar uiteindelijk is een ingooi op zo'n plek natuurlijk niet zo heel erg gevaarlijk. Ik heb nog niet gehoord over de delay. Nee, dat zal misschien wel meevallen hier. Ja. Maar misschien komt het als hij een doelpunt tegenkrijgt. Ja, in ieder geval zie je net ook met hoe was deze bal verloor. Weer een voorzetje, daar komt hij. Fiera zit er nu goed tussen. Hoe Paschi net die bal verloor, lijkt het alsof hij in heeft gesteld dat spelers druk zetten na een slechte touch van de tegenstander. Zoals hier ook weer een voorbeeld. Nou, daar gaat u. Eusebio nu weer zo'n ding. En kan Cruijff er dan voor komen? Nee, dit keer is het in de handen van Courtois. Hij probeert het nu wel veel, die voorzetjes. Ja, ik zou het ook doen. Als dat werkt. Goede lichaamsschuimwerking weer. Oei. Eusebio, die verdedigt mee. Weinig gezien van op het begin van Bas. Hij combineerde veel in de eerste helft. Dit moet je in de verre hoek schieten. Korte hoek. Zo. Er stond ook nog een man daar bij de tweede paal vrij, omdat de speler van Paschi achter de lijnen stond. Opvallende keuze, want hij hoopte natuurlijk misschien dat de keeper in de verre hoek ging staan. Ja. Manuel die bestuurd werd, maar dat... Zo, hier zit Gullit er goed tussen en dan heeft Paschi weer wat ruimte om te ademen, sorry. Walker, nu dan Eusebio eroverheen. Alexandro, ja, Eusebio kan hem van zich afschudden. Cruijff kiest alweer positie daar bij de tweede paal voor die voorzet. Oh, goed hoor. Niemand die aansluit. Paschi, toch iemand gevullig, Gullit. Paschi. Die past goed de skill moves toe. Die weet precies wanneer hij welke skill move moet doen en dat pakt goed uit, zoals hier ook weer. Ja, je zag Bas met zijn keeper bewegen en Paschi zag dat waarschijnlijk ook. Probeert dan toch een gaatje te vinden en een corner. Gullit! Wat mij echt opvalt is dat de skill moves van Paschi goed uitpakken elke keer weer. Dat zie je niet heel vaak. Als er zoveel skill moves worden toegepast, dat het dan bijna elke keer goed is. Dat geldt overigens niet voor Bas. Rekbekje hier, dat is de paas niet goed. Aldini en Ferdinand, wat een duo heb je dan. Voordeel voor Bas is natuurlijk wel dat er nog een tweede wedstrijd aankomt. Dat het niet meteen beslist is na één pot. Nee, maar dat is ook een lastige situatie. Want ga je nu in die eerste wedstrijd druk zetten, ga je proberen een doelpunt te scoren. Het hoeft niet per se. En een tweede doelpunt of een derde doelpunt tegenkrijgen, dat is nog gevaarlijker. Dus ja, wat is dan je optie? Wat ga je doen? Ja, ik zal gewoon neutraal blijven spelen dan, zeg maar. Niet aanvallen, niet te verdedigen en dan die tweede pot. Gewoon blijven spelen zoals je nu speelt, zeg maar. In ieder geval zou een speler wisselen geen slecht idee zijn voor beide heren. Want de stamina is alweer wat lager. Dit lijkt me buitenspel voor Ronaldo, maar niet voor de Ronaldo die erachter staat. Dan krijgt Walker nog net een teentje tegenaan. Het is een leuke pot die heel veel kanten opgaat. Ja. Alleen, we hadden net al de grote kans voor Bas, maar daar mogen er wel iets meer van komen vanaf zijn kant. Met zijn kwaliteiten. Bastafa. En weer op Gullit. Ja. En dan op Fiera. Het ziet er allemaal goed uit bij Paschi. Heel georganiseerd ook. Weinig risico in zijn passes. Weet elke keer de vrije man te vinden. Veel diepgaande spelers. Nu ook weer gevonden. Cruijff. Heeft de skill moves onder controle. Dat vind ik altijd leuk om te zien. Het ziet er allemaal gewoon gelikt uit. Ja, keeper bewegen. Oh! Ja hoor. Wow. Knap. Ja, dan kan je de keeper bewegen wat je wil. Maar die zit er ontzettend goed in van Paschi. Hij is in vorm vandaag. Paschi de verdette. En dan gaat ook weer gedanst worden. Maar dan met Ronaldo. Zou jij dat ook kunnen, Bas, dat dansje? Ik denk dat ik alle mijn knieschijven dat die Die zit er ook wel heerlijk in. Niet eens goed getimed, maar ja, dat hoeft natuurlijk niet met Ronaldo Lima. 96, dat is van de periode toen hij net bij Barcelona wegging naar Inter. Ja. Toen stond hij al onder contract bij Inter, kreeg hij heel veel blessures. Heeft daar volgens mij in 5 jaar maar niet eens boven de 100 wedstrijden gespeeld. Dat is erg matig, maar wel de kaart die hij won toen hij de gouden bal kreeg. Was er niet eens een periode bij Real Madrid? Toen was hij eigenlijk op zijn prime, toch? Tenminste, als je het aan mij vraagt. Nou, met de Galacticos. Volgens mij was dit net na Barcelona toen hij de gouden bal won. En de volgende kaart, of de 94 kaart, die met het driehoekige kapsel. Ja? Dat was volgens mij na zijn eerste jaar bij Inter. Toen hij al heel veel blessures had bij zijn knieën. En toen had hij verteld dat hij dat kapsel had genomen om de media-aandacht van zijn blessure af te houden. Ja, maar dat was tijdens WK 2002, toch? Dat zou kunnen. Voor mij is hij daarna naar Real Madrid gegaan. Ja, klopt. In de periode 2003. Ik weet niet of hij toen ooit weer helemaal hersteld is van zijn knieblessures. Ja. Dat staat in ieder geval in-game bij zijn kaart. Nu Ronaldo, ja, een dragback. Een beetje voorspelbaar valt hij toch voor Ronaldo. Oh. Ja. Daar mag Bas Ik ben blij benieuwd zijn. Wat Bas hij tegenover gaat stellen in de tweede pot. Ja, hij heeft er nu geen pot kunnen breken. Nee, En we hebben tot nu toe vaak genoeg gezien dat een 3-0 achterstand helemaal niet zo heel veel betekent. Nee. Nou, moet ik wel zeggen, als het zo blijft qua speelbeeld, hoeft Paschi zich niet heel veel zorgen te maken. Nee, dat zeker niet. En die heeft zelfs de laatste kans van de wedstrijd hier nu nog. Alleen hoe vaak hebben we gezien dat twee potten totaal verschillend kunnen zijn? Best wel vaak. Nu dan, Ronaldo.
Okay, weer met zo'n versnelling. Nog een versnelling. Ferdinand. Die zit ertussen. Dit is geen overtreding dan. Dan Cruijff iets bij die bal. Het zou heel wat zijn als daar nog een penalty wordt gegeven. Ja. Maar het lijkt erop dat deze wedstrijd nu in een hele gunstige overwinning van Paski eindigt. 0-3 maar liefst. Welkom allemaal bij de tweede wedstrijd tussen Vitesse en Excelsior hier in Pool C van de Eredivisie. De eerste wedstrijd, Bas. Wat een spektakelstuk van Paski Rokers die eigenlijk zo goed als zeker van de nul af is. Ja, hij zit, Paski zit op een gouden zetel. We gaan dus de tweede pot bekijken. Dus Paski Rokers en Bas Kwist. Ja, zeker. Bas die inderdaad... Ik wist niet dat hij zo snel achter kon komen. Ah, je ging hem gooien, hè. Gelijk een forse beuk van Ronaldo hier. Ja. Ze hebben er zin in. Ze hele hebben en houden even in de strijd. Tweede wedstrijd. Zal Bas dan ook voor wat voorzetjes gaan? We gaan het allemaal meemaken, Rol. Kijken of Paski nog steeds zo effectief is met zijn skill moves. Dat vind jij leuk, hè? Is dat ook vind leuk, je leuk, natuurlijk. Hè? Ja, het is een keer wat verfrissend. Kijk, meestal zie je het dan af en toe goed gaan, af en toe fout gaan. Nou, ik zag nu dat het best wel veel goed ging. Dus dat is leuk om te zien. Nu dan, Gullit. Opening op Alexandro. Dan stuurt Neymar zijn vingertje naar voren. Die wil die bal ontvangen, maar Alexandro die doet daar eigenlijk te lang over. En dan hier een kans die aan zat te komen, maar daar zat Vieira, Gullit, Sebio. Dat zijn de bekende grote namen. Hier is Ronaldo, die kan hem terugspelen op andere Ronaldo. Dat doet hij niet, houdt de bal in de ploeg. Dan komt er langzamerhand een kansje aan. Dan moet dit niet gebeuren. Dan misschien in de tweede instantie. Dat is een goal. Dit is een goal. Ja, dan begint ook Paski nu een beetje te klagen natuurlijk. Dat is niet prettig als je 3-0 voor staat en je gaat de tweede pot en je krijgt er meteen eentje al tegen. Een klein beetje fortuinlijk dat hij die bal nog meekreeg. Maar dat was te verwachten. Die dragback die... Maar het was ook onfortuinlijk dat hij hem niet aan had. Dat ook zeker, dus, dat ook. Maar goed. Dat compenseert. Dat heb je aan allebei de kanten. En zo heeft Bas ook wel momenten waarbij je denkt van... Wow, ik denk dat hij daar niet zo heel erg tevreden over is. Precies. Ronaldo nu dan op Eusebio. Paski moet vooral gewoon heel erg geduldig gaan spelen. Niet te gehaast zijn. En het lijkt er tot nu toe op dat hij best wel gretig is naar het volgende doelpuntje. Ja. Paski wil meteen even weer orde op zaken stellen. Meteen weer de Mars van 3 pakken ook. Hier. Ik vind het een Maldini-spits. Ferdinand. Ferdinand helemaal in die spits. Ja, dat mooi. Is soms heel raar mooi. Bij die corner. En Ronaldo vergeet hij de bal. Alexandro die kan hem overnemen. Ja, dat is inderdaad. Bas, die vond het heel mooi in ieder geval. Heel mooi. Hier dan Paski. In de tegenstoot. Ja, hij wil gewoon heel graag weer een doelpunt maken, lijkt het. Maar goed, het is totaal niet nodig. We zien hier e-sporters die bal achterin rondspelen tussen een linksback, een rechtsback en een keeper. Maar Paski, je kan het eigenlijk alleen maar waarderen. Die wil gewoon nog een doelpunt scoren. Geeft hem hiervoor, wordt onderschept door Ferdinand. Iets te ongevaarlijke voorzet. En nu dan, vooral gewoon die bal vasthouden. Goed zo, Paski. Hij had door kunnen lopen nog en dan iets meer de voorzet geven, want de spelers beter ervoor stonden in de 16. Ja, Eusebio was volledig in de versnelling. Ja. Schakelde van zijn 5 naar de 6. Van zijn 6 kunnen naar niet veel spelers. Kunnen niet veel spelers. Kon hij het doelgetal even iets hoger gooien. Dus wel leren, dan reageert hij iets makkelijker. Ja. Moet hij sneller van de positie af hoor. Hier neem maar. Nu dan Gullit lijkt wel een beetje op een rechtsachter te spelen haast. Ze staan overal en ergens deze dagen. Oeh, first time shot van Eusebio. Ronaldo die... Oh, Courtois. Was ik vind dat hij de keeper de bal vast had moeten pakken. En dan is hij... Oh, wat een redding. Dan was hij bijna de 0-2, wou ik zeggen. Maar een fantastische redding. Dus mag Paski van geluk spreken dat Courtois hem in leven houdt. Zo, ja. Balletje via Cruijff. In de 16e keeper kan hem oppakken. Jammer, anders was hij misschien wel bij Eusebio gekomen. En Bas die zet goed druk hoor. In de 25e minuut al zoveel kansen. En we weten als je druk uitvoert op je tegenstander. Of als je tegenstander druk uitvoert op jou. Is dat gewoon ontzettend lastig te verdedigen. Inderdaad, maar hij moet nou zorgen dat er nog een paar doelpunten bij komen. Dan moet hij nu steken. Nu dan rustig aan. Goed uitgevoetbald. En nu Eusebio misschien diep sturen. Cruijff die neemt al een loop. Vieira die leest dat. En dan uiteindelijk paast hij weer tegen Eusebio aan. Komt hij wel alsnog bij Alexandro. Het is een beetje een flipperkastje. Ja, nu dan. Geen buitenspel. Beweeg met je keeper misschien. Dan gaat hij alsnog via Courtois in. Ja, dan is het toch gewoon 0-2. En dan komt Bas gewoon rustig terug. We hadden het al over in de eerste pot. Dat het een wereld van verschil kan zijn, de eerste en tweede pot. En dat laat Bas hier maar weer eens zien. Veel meer initiatief op dit moment.
dan die in de vorige pot had. Ja, en het is zo zonde, want nogmaals, je kan het eigenlijk waarderen aan Paschi dat hij inderdaad probeert niet die wedstrijd dood te spelen. Maar goed, ja, dat is wel het verschil dan met andere e-sporters. Ja, die zouden dat wel gewoon doen. Als die bal was gevallen, dan kan het twee kanten letterlijk. Hè. Er zijn weer een paar clichés die we even eruit gooien. Maar ja, mocht hij hem wel maken, dan staat hij er nog een hand voor. Ja, tuurlijk. Maar goed, je loopt het risico dat je meer aanvallen tegen gaat krijgen. En goed, geen buitenspel dit. Dan gaat Eusebio inderdaad daar met die versnelling. Oh. Dat is toch zijn body. Laat hem even in de steek. Ja, maar misschien dacht Paschi wel van als ik hem te veel laat komen, dan gaat het misschien ook mis. Dus dacht hij dat hij hiermee kans had. Oh. Dat is dan weer onvertuinlijk. Ah, dan wordt het toch nog een spannende tweestrijd. Hier Bas, Gullit pikt de bal op tussen de verdedigers. Kan hij nu wat meer aanval gaan zoeken, maar hij laat het over aan Neymar. Ronaldo kan hem op andere Ronaldo spelen, doet een dragback. Gullit is weg. Maar Gullit is weer terug. En dan is ook hier het balbezit voor Paschi. Neymar. Haal maar een keer uit, zou je zeggen. Maar het is voorlopig een tikken. Paschi weer volop in de aanval. Kruijf. Paschi wat een mooie jongen aan het eind van zijn. Wat een kut, jongen. Nu dan, Eusebio. Gaat hij hem voorgeven? Nee. Naar stilstand en dan Ronaldo. Ja. En dan is het nu al in de 43 minuten. Ja, Paschi zou ook helemaal gek worden. Pas die blijft ijzig stil. Ja, die heeft een beter papier als je het mij vraagt nu op dit moment. Zit veel beter in deze game. Ja, hoe kan het dan toch gebeuren, zou je vragen. Momentum. Nu Ronaldo in één keer. Ah. Het is toch Bas die nu eerder aanspraak maakt op een volgend doelpunt dan Paschi. En dan is hij een corner die kan gevaarlijk worden. Ronaldo zet hij terug, gaat hij een dragback doen. Natuurlijk een schaartje. Dit was een El Tornado'tje. Hier is de bal. Lekker een El Tornado erin gooien. Hoppakee. Oh, ja, dan gaat het nog lastig worden. Er wordt ook even een controletje weggehaald. Verder is alles onder controle. Voor het geval dat. Verder is alles onder controle natuurlijk. Paschi komt natuurlijk met zijn hele eigen controle aanzetten. Dan ben je ook wel echt een verdette. Ja. Maar ja, het heeft nog niet geholpen in deze pot. Tot nu toe werpt het niet zijn vruchten af, nee. Dus we hebben nog één helft om te kijken wie er met de drie punten vandoor gaat. Of blijft het zo, dan wordt het een puntendeling. Bas die tikt lekker door. Ja. Doet het wel goed hoor. Neymar niet in één keer genomen. En dan misschien weer naar achter. Inderdaad op Gullit. Zo. Op Vieira. Zo. Op Gullit. Zo. Door op Neymar. Goed onderschept door Maldini. Dat is even Bas die heeft er ontzettend veel zin in. Ja. Ah, dit was goed gelezen. Ook die La Croqueta. Die was denk ik voorspeld gezien. Maldini er goed op reageerde. Nu Eusebio op Vieira. Het gaat heel erg heen en weer. En tot nu toe vooral in het voordeel van Bas. Deze eerste helft. Maar nu komt Paschi dan een keer eruit. Kijken of hij wat kan brengen, aanvallend gezien. Ja, en weer dat schot, die schijnbeweging die je heel vaak ziet, waardoor hij gewoon zijn mannetje kwijtraakt. Nou, op een gegeven moment komt Bas dan wel goed terug. Op een gegeven moment heeft hij het ook wel door. Dat het niet elke keer hetzelfde werkt. Dus anticipeert hij of ageert hij eigenlijk al op de schijntrap van Paschi. CBO achter de man gegeven, apart. Johan Cruijff zou dat toch beter moeten kunnen. En dan zit Gullit slordig. Eusebio. Oh, op Ronaldo voorzetje misschien. Ja, op andere Ronaldo. Tuurlijk. Oh, houd toch op. Oh. Hij sprong hoger dan die lat, Ronaldo. Oh ja. Daardoor. Volgens mij kopte hij al flink naar onder, maar hij kon gewoon bijna niet. Ja, wat? Misschien sprong niet te vroeg. Dat zou kunnen. Ja, goed. Ja, heb je dat zelf echt daadwerkelijk onder controle? Vrije trap, gevaarlijke positie. Dan krijgen we natuurlijk een e-sports variant. Wordt er afgelegd op Eusebio, die gaat schieten. Tijd. Maar gelezen. Hij bewoog zijn keeper. Ja. Bas neemt de tijd even met de keeper. Hij wil natuurlijk dat zijn spelers in positie staan. Hij wil niet weer dat Veulen het in de spits eindigt. Dan zie je Alexandro, Ronaldo.
Er ligt een kans in het midden. Oh, Centraal legt het open. Oh, wat doet hij? Was dat een fout in het fake? Zat er weer Gullit slordig met de bal. Ik denk dat hij misklikt of zo, maar hij kon gewoon doorlopen. Lag helemaal open. Dat is opvallend. De keeper. En dan in plaats van dat hij naar Eusebio gaat, gaat hij naar Ronaldo. Misschien ook maar beter ook. Die kan denk ik iets hoger springen dan nu. Cruijff in één keer door Ronaldo. Aanname Moi. Oh ja. Dat doet hij wel redelijk goed. Maar dan staan er weer twee man voor hem. Ronaldo. Oh. En slecht ingeleverd. Cruijff op naar Ronaldo in één keer. Weer aangeraakt. Ja. Het is wel weer gevloek en getier van beide heren. Is heel erg zuur. En dan met name de Paschi. Misschien heeft hij wat meer last van delay in deze tweede pot. Dat zou zomaar kunnen. We zien in ieder geval wel nu kansen over en weer. Het is wel een spannende pot nu. Een spannende tweestrijd. Om even te helpen herinneren. De eerste pot met 3-0 voor Paschi. Dus staat 3-3 over de twee potten gezien. Oh, Walker goed ertussen. Dus ik denk, het is ontzettend spannend. En eigenlijk schieten beide spelers met een gelijkspel helemaal niets op. Paschi komt wel voor die 0. Wel bij het spel. Wel bij het spel. Net op het randje, denk ik. Ja, inderdaad. Wat je zegt, ze moeten gewoon winnen om erin te blijven. Ze hebben hier verder niets aan. Nee. Ik denk ook degene die nu scoort, dat hij ook gewoon wint. Ja, dat... Dat lijkt me wel. Ja, tenzij ik zou persoonlijk ook Cruijff eruit halen. Tenzij er nog een kick-offje erin wordt gegooid, zeg maar. Tja. Stamina van Cruijff, die is niet heel denderend. Dan zie je Excelsior. Met Bas. Pelé. Erin gekomen. Ik kan me niet herinneren dat die er al stond. Ja, inderdaad. Het zal wel 98 Pelé zijn. Natuurlijk een van de beste spelers in het spel. Die wel opvallend weinig voorkomt voor zijn rating, zeg maar. Ja. Toch met de krachten. Zelfs met Maradona. Ja, hij is te klein. Ja, hij is te laag. Ja, hij is te laag. Hier nog 20 minuten. Veel ruimte wel achter de verdediging elke keer voor Paschi. Weet hij net niet te vinden. Vispas. Er wordt wel steeds meer gepraat. Kijk eens hier, een onderschepping van Bas. En die gaat nu schieten. Hij haalt in, maar hij doet het nu in. Dat is een doel. Het is ongelooflijk hoe dat gaat. Het is, ik vind het heel erg frustrerend voor Paschi. Ja. En als hij houdt zich echt in nu, die stoel. Je ziet het dan. Je ziet het in alles. Hij gaat de eerste pot gewoon in met Rino en Bas die schudt ook. Hij zegt deze game. Ja, Bas die... Belachelijk. Ja, maar in welk opzicht is het belachelijk dan? Ja, hoe hij de bal kreeg was wel een beetje... Ja, dat is discutabel. Ja, maar goed. Vervolgens wel goed afgemaakt. Dat we ook in één keer kunnen schieten en besloten om iets langer te wachten. Dat pakt er goed uit. Dan moet Paschi dus alles op alles zetten om minimaal een punt te halen waar hij eigenlijk dus niks aan heeft. Dus ja... Hij moet nu echt vol gas geven, nog een kwartier, inclusief veel extra tijd in game. Nou, laten we er even goed voor gaan zitten dan. Ja, want nu gaat Paschi het los. Moet gaan 4-2-4 komen. Voor Paschi, de opstelling. Dus die gaat echt alles op alles zetten. Alexandro daar in het midden, Gullit inderdaad. Eusebio in één keer, die gaan het stadion uit. Ja, dat is iets wat misschien in die patch een aantal weken geleden goed is gefixt in ieder geval. Ja, nu niet goed in het voordeel van Paschi, maar... Wie dan? R9. Ronaldo, opvallend. Komt terug naar Neymar. Cruijff. Krijgt ruimte. Gaan we dan weer een versnelling zien? Nee, Gullit wordt gevonden. Eusebio staat net niet bij het spel te spelen. Trouwens, is er ook eens ingekomen. Ja, en dan weet Bas dat de blokken 82e minuut inmiddels. Ja, maar Paschi zit wel vol druk nu. Ja, Ronaldo door. Ferdinand goed ertussen. Het is echt heen en weer voetbal nu. Ja, maar Bas weet ook als hij één keer bovenin goed steekt. Oh, bovenin loopt Pelé ook helemaal verder. Kan je nu alsnog geven. Ja, voelde voorzet met R1 en dan zit hij erin. Ja, dan is het klaar. Heel goed gezien. Heel goed gezien dat daar de ruimte was. Kut! Ja, we mogen ongelooflijk hoe dat speelt ineens. Eigenlijk mogen we hier niet om lachen, maar toch doe ik het stiekem wel. Ja, het is ontzettend zuur. Ik leef ook met hem mee, maar het is, die Bas is ook wel een figuur, hoor. Nee, Paschi heeft een hele hoge gunfactor. En dit is natuurlijk ontzettend vervelend. Maar goed, Weet je, Bas speelt ook gewoon
Ja, dit, zoals deze, dit was gewoon, ja. Hij krijgt voor ruimte, want Lopaski aanvallend speelt. En dan doet hij het. Dan weet hij dat perfecte benutten. Ja, die voorzet was echt dat doet hij wat uitstekend. Hij moet doen. Pelé liep daar boven in vrij. Voor mij was het Pelé. Ja, die liep boven in vrij. En ja, dan, als je hem dan lekker geeft, dan weet je dat je met zo'n kaart binnen kan rachen. En dan is kleine het toch kans wel, dat die hem gaat missen, ja. Dan is het toch wel een hele zieke comeback. Als je 3-0 achter staat na één pot en dan 5-0 in de tweede pot. Nog één doelpuntje en hij evenaart de overwinning van Dani Visser. Nadat hij 3-0 achter stond tegen Feyenoord. Ja. Tegen Jimmy. Hier dan, Paschi. Nee, dan is het weer net het geluk van Noya. Die dan misschien weer een kans voor Bas. Echt over en weer. Ja. Ja, dat heeft ook te maken natuurlijk met de opstelling die Paschi nu hanteert. Terugleggen. Oh, hij had hem toch moeten leggen. Ja, en dan binnenkant paal. Daar had hij hem terug moeten leggen inderdaad. Te laat. Te laat. Doing, 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 doing. Hij is de lul. Ja, dan is het over en uit. En kunnen wij inmiddels deze wedstrijd zo goed als afsluiten. Ja. Paschi die blijft op de nul steken. En Bas die maakt een goede comeback. Oh. Oh, dat, als hij die is beter had. Vond ooit een hele goede comeback. Ja, dit is een mentale klap. In totaal 4-5. Ik kon helemaal niks, jongen. Het is zo'n ongelofelijke kutzooi, man. Paschi geeft in de derde speelronde een hele grote voorsprong weg. Ja, wij zaten allemaal achter de schermen te kijken van wat gebeurt hier. Maar vertel het zelf maar, hoe kan dat? Nou, laat ik eerst even de eerste pot beginnen. Ik denk echt veruit mijn beste spel wat ik hier heb laten zien. En heel erg blij met dat spel dat ik gewoon iemand zoals Bas gewoon helemaal zoek speel. Weet je. Ik had nog 4-5-0 moeten maken op een gegeven moment. Dus ik speelde zo goed. En dan zat er tussen de eerste en de tweede wedstrijd zat een best lange break. Ik wilde gelijk mijn rematch doen. Ik zat er goed in. Nou, het duurde heel lang. Tweede pot. Waardoor duurde het heel lang? Ja, dat was iets met een andere match. Waardoor wij een half uur moesten wachten. Maar ik zat zo goed in mijn ritme. Dan moet je me niet uithalen, had ik het gevoel. Dus daar baalde ik van. Geen excuus hoor, maar ja, je wilt lekker door als je er goed in zit. En tweede pot, ja, ik kwam gelijk heel knullig 1-0 achter. En het liep niet meer gewoon zoals de eerste pot. En ja, dat blijft FIFA. Niks, geen aannames, geen schoten. Zijn goals, allemaal van die rare goals die vielen. Ja, op een gegeven moment moet je ook gewoon de 3-1 maken met een kopbal van Ronaldo. Ja, die gozer die sprong zo hoog, die sprong boven de lat uit. Als hij hem gewoon erin kopte, stond ik weer een goal voor. En dan had ik minimaal denk ik weer een gelijkspel of een overwinning erover uitgetrokken. Bas, een legendarische comeback. Wat gebeurde er allemaal? Ja, ik weet het zelf ook niet. Ik begon echt gewoon slap. Die eerste twee wedstrijden die ik heb gespeeld tegen Tony en Jimmy begon ik ook slecht. 3-0 achter. Kansloos, gewoon niks gecreëerd. Ik verspeelde elke bal op het middenveld. En toen die tweede wedstrijd heb ik wat aangepast. Wat heb je aangepast? De camera-instellingen, de tactieken. Toen dacht ik van Bas, ja, dit kan zo niet. Je kan niet hier afgaan tegen Paschi op deze manier. Dat vind ik wel interessant, die camera-instellingen. Want even voor de mensen thuis, iedereen die nu kijkt zit ook FIFA te spelen. Wat heb je dan zodanig aangepast aan die camera-instellingen, waardoor je die tweede wedstrijd won? Ja, je hebt televisie-uitzending, je hebt allemaal verschillende camera's. Maar je kan hem ook inzoomen of je kan hem uitzoomen. En ik heb hem uitgezoomd dat ik iets meer overzicht heb. Dus dan, dat heb ik aangepast. Okay, en daaraan merkte je ook zelf dat je daardoor beter ging spelen? Ja, die tweede wedstrijd voelde ik dat ik meer overzicht had. En dat heeft me echt geholpen. Dan is de grote vraag, waarom deed je dat dan niet in de eerste wedstrijd? Ja, van fouten moet je leren. Dus de eerste game heb ik gewoon, was gewoon een fout. En die tweede game heb ik me gewoon prima hersteld. Feit blijft wel dat je nu lekker meedoet in de pool. Ja, zeker weten, zeker weten. Ik sta nu denk derde, achter Jimmy en Tony. Dus ja, dat wordt een spannend poeltje. KPN en Fox Sports. Partners van de Eredivisie. KPN en Fox Sports. Partners van de Eredivisie.